Het ministerie van Defensie stopt met de werving van militair personeel. Dit zei minister Krishna Kumari Mathura gisteren na de aanstelling van de nieuwe legerleiding. De samenleving zal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen de organisatie. We hebben nu al de werving stopgezet van nieuwe mensen, omdat we eerst een grondige evaluatie willen. En we willen een formatie vaststellen van het Nationaal Leger. Mathura zegt dat bijkans 96% van de begroting van het ministerie gaat naar personeelskosten. Daarom wil de bewindsvrouw behoorlijke veranderingen doorvoeren in de organisatie. Na 5 jaren moet het defensieapparaat totaal vernieuwd zijn. Dus wij gaan eerst een grondige evaluatie plegen en op basis daarvan gaan we besluiten nemen. Maar vooralsnog geen werving. Mathura zegt dat personeel uiteindelijk niet uitbetaald zou kunnen worden als er niet was ingegrepen. Veel besluiten die genomen worden op het departement zijn om de organisatie nieuw leven in te blazen.